Voorzitter, ook van onze kant dank aan de collega's die in de commissie van Dam zich hebben ingezet om tot het rapport te komen, ongekend onrecht. Voorzitter, nog niet zo lang geleden kregen wij bericht van getubeerde ouders. Ze hadden een mail gekregen van hun bewindvoerder. En ze schrokken daar heel erg van, want ze hadden namelijk een paar maanden hiervoor gehoord van de rechter: u bent schuldenvrij. En nou ja, dat kwam natuurlijk als een soort verlossing na de jarenlange ellende waar ze in hadden gezeten. En ze waren met hun kinderen naar het zwembad gegaan, een ijsje gegeten, eigenlijk hele gewone dingen, maar die zij al heel lang niet meer hadden gedaan. En één pennenstreek maakte die bewindvoerder aan die goede tijd, die hoopvolle tijd, een einde. Want de bewindvoerder schreef dat het compensatiebedrag van de 30.000 euro gebruikt zou gaan worden om hun resterende schuld af te lossen. En de naam van de schuldeiser was de Belastingdienst. Voorzitter, zover moest het dus komen. Keer op keer zijn mensen gedupeerd en teleurgesteld. Weer een vordering, weer niet de compensatie op de rekening. En hoe vaak er ook op aangedrongen is vanuit de Kamer, volgens het kabinet kon het steeds maar niet sneller en konden schulden niet worden kwijtgescholden. Dat laatste gelukkig tot gisteren, toen het kabinet tot inkeer kwam. Maar bij veel mensen staat er nog een schuld van private schuldeisers. En dat is nog lang niet geregeld. En mijn eerste vraag aan het kabinet is dan ook: wanneer en wat gaat het kabinet doen om de gedupeerde ouders ook te verlossen van die private schulden? Voorzitter, onze conclusie is dat het aftreden van het kabinet vooral is ingegeven door politieke marketing in plaats van wat politiek zou moeten betekenen voor mensen. Want ik kan gewoon niet tot een andere conclusie komen, want dan was er al eerder werk gemaakt van compensatie, van het kwijtschelden van schulden, van het openheid geven van zaken, van onderzoek naar de beschuldigingen van discriminatie door de Belastingdienst. En dan was er ook eerder verantwoordelijkheid genomen, maar de VVD met de minister-president voorop wilde niet aftreden. En nu hopen ze dat hun zonde hen wordt vergeven, maar elk kind leert: sorry zeggen telt alleen maar als je het echt meent. De conclusies van de ondervragingscommissie, voorzitter, zijn hard genoeg om sorry te zeggen. Verschillende kabinetten, de rechtspraak, ook de Tweede Kamer, andere collega's zeiden het ook al, hebben de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Mensen is ongekend onrecht aangedaan. En parlement en media zijn daarover jarenlang doelbewust in het duister gehouden. En daarom, voorzitter, zijn wij het verplicht aan alle mensen in Nederland, of ze hier nu direct mee te maken hebben gehad of niet, maar aan iedereen verplicht om te analyseren hoe deze nietsontziende fraudejacht heeft kunnen plaatsvinden. Er liggen eigenlijk jaren aan wantrouwen van de overheid ten opzichte van burgers aan ten grondslag. De kiem voor wat we nu zien en wat we de toeslagenaffaire zijn gaan noemen, werd al op 22 juli 2002 gelegd. Toen werd het toeslagenstelsel bedacht. Deze premier was staatssecretaris. En wantrouwen sloop langzaam, maar heel zeker en heel doordringend alle systemen van de overheid in. De grote, en laat ik het ook vooral een rechtse belofte noemen, van dat toeslagenstelsel was namelijk dat niemand ook maar 1 euro meer zou kunnen krijgen dan absoluut noodzakelijk. Die toeslag die zou met een wiskundige precisie worden afgestemd op je inkomen, op de hoogte van je huur, de kosten van de zorgverzekering en de kosten van de kinderopvang. Zorg, kinderopvang, wonen, het moest allemaal een markt worden. Ouders moesten precies voelen hoe hoog de kosten waren en hun hand ophouden voor een toeslag. Het idee daarachter was dat het efficiënt zou zijn. En, voorzitter, de controle zou achteraf plaatsvinden. En dan zou elke euro die onterecht was uitgekeerd moeten worden terugbetaald. Zo stond het in de wet. En efficiëntie werd diepgeworteld wantrouwen. Staatssecretaris Rutte maakte later de bijstand zelfs nog strenger. En in 2007 oordeelde de rechter dat hij zich schuldig had gemaakt aan etnisch profileren om bijstandsfraude aan te pakken. In het regeerakkoord van het gedoogkabinet Rutte 1 werd een snoeiharde fraudeaanpak voorgesteld. Fraude met uitkeringen moest tot op de laatste cent worden teruggevorderd. En daaruit volgde de strenge fraudewet in 2012 op initiatief van de VVD en het CDA, gevolgd door een nog strengere wet een jaar later.
Voorzitter, de premier kan echt niet blijven volhouden dat hij geen directe verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Want zijn vingerafdrukken zitten op elke pagina, op elke witgelakte pagina. Zijn eerste kabinet initieerde deze fraudeaanpak. En de Rutte-doctrine voorkwam dat parlement en journalistiek de waarheid konden achterhalen. En toen die eenmaal openbaar werd, pas toen ging de minister-president in gesprek met de getroffen ouders. Voorzitter, waar heeft dat toe geleid? Heel lang tot niks. Heel lang hebben ouders op compensatie moeten wachten. En nu, voorzitter, met een appel in de hand en een glimlach op zijn gezicht, fietst premier Rutte weg van zijn verantwoordelijkheid. Voorzitter, het is ook belangrijk, en ik ben niet de eerste die dat zegt, om te kijken naar de rol van de Tweede Kamer, ons parlement, en naar de rechtspraak, de Raad van State. Ons voorstel om in de parlementaire ondervragingscommissie ook onderzoek te doen naar de rol van de Tweede Kamer werd spijtig genoeg geblokkeerd door een meerderheid in deze Kamer. Maar het doet goed om te horen dat velen van ons bereid zijn om te reflecteren op de eigen rol. Voorzitter, er worden harde noten gekraakt over de rol van de Raad van State in het rapport van de commissie van Dam. Ons voorstel, wat overigens ook al door andere partijen wel eens gedaan is om de afdeling bestuursrechtspraak en de afdeling advisering van de Raad van State te scheiden. Dat is één van de manieren om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. Voorzitter, de getroffen ouders zijn jarenlang achtervolgd door een meedogenloze en een discriminerende overheid. Was je eenmaal uitgekozen door het algoritme, had je nooit meer een schijn van kans. En pas in 2019 werd er een onderzoek gestart. En nog is de onderste steen niet boven. De autoriteit persoonsgegevens is jarenlang tegengewerkt. Pas op 31 maart van dit jaar gaan we het rapport krijgen. En dus is mijn vraag aan de minister van Financiën. Wat heeft hij gedaan om discriminatie en institutioneel racisme in delen van de diensten waar hij verantwoordelijk voor is te bestrijden? Hoe zijn mensen hierop aangesproken? Voorzitter, graag een uitvoerig antwoord op die vraag. Voorzitter, het moet anders en het kan ook anders. Als wij met elkaar besluiten dat de voorstellen die velen van ons daarvoor doen, dat die voorstellen omgezet worden in wetgeving en in beleid. Verstandige wetgeving, zorgvuldig tot stand gekomen met een toets op de uitvoering. Allereerst moet daarvoor het toeslagensysteem zelf op de schop. En dat kan door van de kinderopvang een publieke voorziening te maken. We spraken daar al eerder over, D66, GroenLinks, hebben daar ook voorstellen voor gedaan. Ik geloof ChristenUnie en de Partij van de Arbeid wil dat ook op die manier organiseren. En dat kan, voorzitter. Elk kind kan daar een leuke, leerzame, veilige plek vinden en een kans krijgen op een eerlijke toekomst. Want zo'n kinderopvang is voor iedereen toegankelijk. Waar je ook woont, wat je ouders ook doen, hoeveel geld je ouders ook verdienen, voor iedereen dezelfde kinderopvang, voorzitter. Ons voorstel ligt er, ik zei het al, en ik hoop dat we in de komende periode die voorstellen kunnen gaan uitwerken. En ook de huurtoeslag, de zorgtoeslag, ook daar kunnen we van af. Als mensen gewoon kunnen rekenen op een betaalbare huur en als de zorg niet langer een kostenpost is, dan stopt het rondpompen met geld. Voorzitter, een tweede voorstel. Er moet een hardheidsclausule komen in alle wetgeving voor sociale zekerheid. En een hardheidsclausule, ja, dat is gewoon een noodrem. Zo zou je het kunnen omschrijven. Zodat mensen die vermalen worden, mensen die in schrijnende situaties terechtkomen, zodat die mensen ergens terecht kunnen en naar hen gekeken wordt. Niet naar een casus, maar gewoon naar hen. Voorzitter, dat zou de Partij van de Arbeid willen voorstellen. Het verbod om wetten te toetsen aan de grondwet, daar moeten we ook vanaf. Want rechters moeten die toets kunnen uitvoeren en dat zou veel ellende hebben kunnen voorkomen. En de overheid moet veranderen. Onze verzorgingsstaat moet opnieuw worden opgebouwd. Met als uitgangspunt dat publieke voorzieningen als zorg en kinderopvang geen producten of diensten in een concurrerende markt zijn waarvoor een rekening moet worden uitgeschreven. Maar
dat zijn voorzieningen van ons allemaal, waar we allemaal aan bijbetalen, waar we allemaal aan bijdragen en waar we allemaal, voorzitter, de vruchten van kunnen plukken. Voorzitter, resumerend, ruimhartige, snelle compensatie is nodig, oprechte waarheidsbevinding en wederopbouw van de verzorgingsstaat en de rechtsstaat. Dat is wat er nu moet gebeuren. Alleen dan kunnen we recht doen aan het leed dat de gedupeerde ouders is aangedaan. En alleen dan kunnen we volmondig zeggen, dit mag nooit meer gebeuren en het gaat ook nooit meer gebeuren. Dank u wel.